We zijn vandaag aanwezig bij de fotoshoot van Jennifer Hoevenheer. En ik heb hier Bobby Eden gespot. Nou, Bobby. Gespot nog wel. Ja, gespot. Ik zag je. We hebben dezelfde lippenstift. Ik bedoel maar. Jij bent mijn persoon. Ja, toch? Ja, jij hebt smaak. Even over jouw haar. Ik vind het prachtig. Maar dat is een V. Dit is een V-part. V-part. Ja, en dat komt eigenlijk... Ik ben een V-part gaan dragen omdat ik het super gaaf vind om vol haar te hebben. Nou, had ik van mijn eigen wel... Ja, eigenlijk best wel een hele grote bos. Maar uiteindelijk, als je van blond naar donker gaat verven en dan na een half jaar van donker weer terug naar blond gaat verven, is geen goed plan. Dus toen was mijn haar een soort van snot geworden. En toen kwam Jennifer met het idee van, nou, een mooie V-part waarbij mijn eigen haar lekker kan bijkomen. En nu ben ik er eigenlijk zo aan gewend dat het gewoon voor feestjes en voor dagelijks leven heb ik dan een iets kleinere in. Maar daarom. Ja. Staat je goed? Ja. Heel veel succes. Big hair, baby. Ja. We zijn backstage bij de fotoshoot van Jennifer Hoevenheer. En kijk eens wie ik heb gevonden. Jamie Faber. Hoi. Oftewel de bekende schoenenontwerpster. Ja. En jij doet nu een fotoshoot. Ja. Ik kan het eigenlijk echt niet zien, maar ik weet het. Jij hebt een... Wat heb je? Een V-part? V-part heb ik nu in. Ja, ik heb nu al 7 jaar zit ik aan de hair extensions. Ik denk dat ik alle vormen van hair extensions al gehad heb bij Jennifer. En mega tevreden. En ik moet wel zeggen dat dit wel de meest makkelijke... Ik ben hier heel blij mee. Dit is gewoon verslavend. Ja, want met zo'n haarstuk gaat je eigen haar uitrusten, toch? Ja, je hele haar komt tot rust en je hoeft er eigenlijk niks meer aan te doen. Dus dat is echt heel fijn. En dan heb ik 2 stukjes. Dus deze is wat langer. Dus die gebruik ik eigenlijk voor uitgaan en voor shoots en dat soort dingen. Mm-hmm. Dan heb ik ook nog een korter stukje. En die heb ik dan gewoon in als ik mijn zoontje van school af ga halen en dat soort dingen. Want en mijn mam. Precies, en je bent op het schoolplein. Gewoon, ja. Net had ik donker haar, nu heb ik licht haar. Klaar om mijn kind op te halen. We zijn bij Jennifer Hoevenheer in Ozaan. En meestal zijn we hier en dan zien we de dames die mooie haarwerken opkrijgen. Maar vandaag ben ik in de barber salon en in de stoel een heer. Nick, jij hebt een haarwerk. Dat klopt. Hoe voelt het? Ja, dat voelt heel natuurlijk aan. Zoals je ziet, de lijnen zijn mooi. Het is gewoon netjes weggewerkt. Het voelt gewoon 100% natuurlijk. Hoe lang duurde het om het erop te zetten? Ik denk dat ik ongeveer 1 uur in de stoel heb gezeten. Het wordt eerst helemaal op maat geknipt. Het wordt uiteraard gewassen. En vervolgens knippen ze er een mooi model in. Met als finishing touch de baard. Ja, dat hebben ze gewoon strak bijgewerkt. Daar ben ik ze erg tevreden over. Het ziet er heel natuurlijk uit. Dankjewel. We zijn bij Jennifer Hoevenheer in Ozaan. En meestal ben ik hier en dan zien we een cosmetische transformatie. Maar vandaag een medische. Ik ben hier met Christa. Ik wil even zeggen dat ik het heel dapper vind dat jij dit met ons wilt delen. Want jij hebt chemo. Ja, klopt. En daardoor ben ik mijn haar helaas verloren. Maar ik vind niet dat het een schaamte is. Het is iets wat je overkomt. En dat wilde ik eigenlijk delen met de rest. Ja. Jij hebt een haarwerk. Ja. Hoe voelt dat? Heel fijn. Daardoor kan je eigenlijk jezelf blijven. Het is ook het haar eigenlijk wat ik had. Wel iets langer, want ik heb er natuurlijk wel een beetje gebruik van gemaakt dat ik mocht kiezen. Maar het betekent in zoverre voor mij dat ik wel iedere ochtend in de spiegel kijk. En dat ik denk, ja, het is wel gewoon nog... Chris en gewoon mezelf en niet iemand die ziek is en een kaal hoofd zichzelf de hele dag moet aankijken. Ja. Christa, dankjewel ja. En heel veel plezier met je nieuwe look. Dankjewel, gaat lukken. Els, wat fijn dat wij een kijkje mogen nemen in jouw wereld. Jij hebt in, dan moet ik even spieken, lichaam plano pilaris. En dat heeft er eigenlijk mee te maken dat je dan kale plekjes hebt en dat er eigenlijk geen haar meer teruggroeit, toch? Ja, dat klopt. En nu ben je bij Jennifer Hoevenheer. Ik kreeg van een vriendin van mij de site van Jennifer. Mm-hmm. Zo van, nou, ga maar eens kijken, misschien is dat wat voor je. Ja. En ik zag het, ik dacht, en nu ga ik het ook doen dan. Ja. En ik zie dat er een haarwerk op zit. Ja, er zit een haarwerk op. Is helemaal op maat gemaakt? Ja. Ja, helemaal op maat en geknipt en gestyled. En nu ben ik mijn nieuwe ik en dan moet ik heel erg aan wennen. Want mijn eigen haar is natuurlijk een beetje veel dunner geworden en veel kale plekken. Dus dit is natuurlijk weer helemaal zo fijn dat ik moet wennen, maar heel gelukkig geloof ik.
Ik vind dat je er ook heel mooi uitziet. En vooral is het heel erg natuurlijk. Els, dankjewel voor je openheid. En je bent een heel bijzonder mens. Ja, graag gedaan. En ik hoop dat ik misschien voor vele anderen een voorbeeld kan zijn die met hetzelfde probleem zit. Ongetwijfeld. Ja, als je vaste kijker bent van Life is Beautiful, dan ken je haar ongetwijfeld al. Jenna Verhoeven. Maar ik heb haar uitgenodigd in de studio, want ze zit namelijk, het is een jubileumjaar, 25 jaar met de handen in het haar. En dan bedoel ik in het haar de mooiste haarwerken die uit haar atelier komen. Jij bent eigenlijk de reddingsboei voor heel veel mensen in een bepaald moment van hun leven. Het gebeurt gelukkig niet bij iedereen. Maar dan hebben we het over mensen die chemokuren moeten doorstaan. Ja, helaas wel. Of mensen die door een ziekte, hoe heet die ziekte? De meest voorkomende is alopecia. Ja. En in alopecia heb je dan heel veel gradaties. Je hebt alopecia andere genetica, je hebt alopecia areata. Je hebt eigenlijk heel veel verschillende vormen van alopecia. En dat is gewoon haarverlies? Is haarverlies, ja. En waarin onderscheid jij je? Wij hebben een klasse dat het haar en heel goed zelf onderhouden wordt. Want je kan met heel veel Europees haar werken, maar dat houdt in dat het ook voor jezelf best heel veel onderhoud is. Mm-hmm. Onze haren die onderscheiden zich dat ze zelf eigenlijk weinig onderhoud eraan hebben. We ontwerpen echt een haarstuk en zo krijg je eigenlijk je eigen haar weer terug. Oké, dus als iemand weet dat hij een chemokuur ingaat met haarverlies, want dat hoeft ook niet altijd te gebeuren natuurlijk, dan maak je foto's, je hebt gesprekken en die foto's en je meet alles op. Dat gaat naar het atelier? Ja. En hoe lang duurt dat dan eer dat haarstuk klaar is? Nou, een gemiddelde leeftijd van een maathaarstuk zit tussen de 10 en de 12 weken. Voor onze chemolijn hebben wij eigenlijk al zoveel voorbereid dat we het binnen 4 tot 6 weken in ons atelier zelf weer kunnen hebben in Nederland. Hoe belangrijk is een haarstuk? Want jij maakt dat dagelijks mee. Hoe belangrijk is een haarstuk voor iemand die kaal is? Om wat voor reden dan ook? Nou, je moet het eigenlijk zo zien, op het moment dat ze zeg maar de diagnose te horen krijgen dat ze kanker hebben en dat ze de chemo in moeten, zitten ze eigenlijk diezelfde week bij ons. Nou, dat geeft al aan hoe belangrijk het voor een mens is dat hun haar er nog bij zit. Daarnaast is het zo dat ze in die periode natuurlijk ontzettend veel kracht moeten houden. En op het moment dat je natuurlijk geen haar meer hebt, behandelt iedereen je eigenlijk ook als een ziek persoon. En je moet sterk blijven. En als je dan gewoon jezelf in de spiegel kan blijven aankijken, hou je ook die sterkte wel een beetje in jezelf. Ja. En voor de kinderen is het fijner, hè? Dat ze mama of papa toch haar zien zoals ze dat gewend zijn. Ja. Toch eigenlijk wel. Ontzettend, ja. Als je je kind naar school brengt zonder dat jij haar hebt, dan wordt zo'n kind er ook toch op aangekeken. En dat is heel vervelend. Ja. Maar ja, kinderen zijn kinderen. Daar kan je niet zoveel aan doen. Je doet mooi werk. Dank je wel. Dank je voor dit gesprek.